In 2012 kwam ik in Arnhem wonen. Wat mij meteen opviel aan de stad was haar sterke sociale cohesie. Dat komt misschien omdat Arnhem de koploper in Gelderland en nummer 4 van Nederland is als het gaat om armoede. Ik ga in deze serie onderzoeken welke hulp er allemaal in Arnhem mogelijk is als je er even niet meer uitkomt met je financiën. In deze aflevering laat ik je zien hoe je ook zonder geld leuke dingen kunt doen. Kijk, ik ben er aan het inslaan, want morgen is het zover. De caravan staat er al, alles is er klaar. Dus we gaan nu een paar maanden lekkere pieren waaien. En waar gaat u heen? Duitsland. Lekker. In de buurt van Osnabrück. Okay. Teutoburgerwald. Ik ben 74, maar ik zeg het gewoon. Het is gewoon een oude lullen camping. Gaat u nog wel eens op vakantie? Nou, ik heb veel gereisd, maar nu heb ik nog niet meer zo'n behoefte. Ik ben daar over de 80, dus dan heb ik niet meer zoveel behoefte aan reizen. Vindt u vakantie een luxe of een noodzaak? Eigenlijk allebei. Op muziekles, sporten of een dagje weg is vaak niet weggelegd voor mensen met een laag inkomen. De gemeente Arnhem erkende dit 25 jaar geleden al en introduceerde daarom de Gelrepas. Inmiddels wordt de pas ook in de gemeente Duiven, Overbetuwe, Renkum, Roosendaal, Rhede, Westervoort en Zevenaar uitgegeven. Ik ga in gesprek met Carlo van der Borgt van de gemeente die me vertelt wat de Gelrepas precies is. De Gelrepas is een gratis pas voor mensen die wat minder geld te besteden als gemiddeld. En daarmee kunnen ze deelnemen aan activiteiten of aan theatervoorstellingen naartoe gaan. Of een sportclub betalen, zodat ze toch mee kunnen blijven doen met allerlei sportieve en culturele dingen. En je zegt mensen die wat minder verdienen, Heb je exacte cijfers? Ja, dus mensen met een bijstandsuitkering krijgen hem sowieso automatisch. Maar hij is ook voor gezinnen zonder kinderen die tot maximaal 120% van de bijstandsnorm verdienen. En als je kinderen hebt in het gezin, dan geldt hij zelfs tot mensen die tot en met 130% van de bijstandsnorm verdienen. Maar dan moet je hem wel zelf aanvragen. Hoeveel mensen in Arnhem maken gebruik van een Gelrepas? Nou, op dit moment zijn het er al meer dan 22.000. En we hebben recent gekozen voor die uitbreiding. Hè. Dus met gezinnen met kinderen die kunnen 130% tot en met de bijstandsnorm een pas aanvragen. En we denken dat nog zo'n 1300 extra passen op gaat leveren. Wat voor soort activiteiten kun je doen op het moment dat je de Gelrepas hebt? Nou, dat is echt ontzettend divers. Je kan een deel van het lidmaatschap van een sportclub daarmee betalen. Of je kan korting krijgen op kaartjes voor het theater of zelfs gratis. En je kan allerlei workshops en cursussen doen, zoals ook hier. Als je een Gelrepas hebt, dan kun je hier tegen gereduceerd tarief een workshop doen. Met de Gelrepas kunnen kinderen gratis sporten bij een aantal sportaanbieders. Daarnaast geeft de gemeente ook een bonnenboekje uit. Hier staan 101 coupons in die korting geven op allerlei activiteiten en uitjes. De activiteiten die je kan doen met de Gelrepas, staan die alleen maar in dat boekje? Nee, er staan een hoop activiteiten in het boekje, maar ook op gelrepas.nl. Daar wordt continu in het jaar het programma bijgehouden, of de activiteiten bijgehouden. Daar kun je echt alles vinden. Voor sommige van die activiteiten heb je een coupon uit het bonnenboekje nodig, maar voor sommige ook niet. Dus als je precies wil weten wat er voor jou in jouw gemeente te doen is, dan moet je naar gelrepas.nl gaan. Daar kan je zien wat er te doen is. Wat hoopt de Gelrepas te bereiken met de pas? We hopen vooral te bereiken dat iedereen in Arnhem kan meedoen. Als je minder te besteden hebt, ja, dan kan ik me voorstellen, dan is het soms lastig om te zeggen, om je kinderen ook op een sportclub te doen of ook op een workshop te gaan doen of ook naar het theater te gaan. Omdat dat alles bij elkaar nog best wel prijzig kan zijn. En juist met die Gelrepas hopen we dat mensen kunnen blijven meedoen. Want als je blijft meedoen met alles wat er cultureel en op sportief gebied gebeurt, dan voorkom je ook dat je in een sociaal isolement terechtkomt. Als je nergens aan kan meedoen, ja, dan,
dan raak je sociale omgeving steeds kleiner. Dat willen we voorkomen. Een van de activiteiten die kinderen gratis kunnen doen met de Gelrepas is capoeira. Dit wordt gegeven door Tineke Spiering in Klarendal bij de Academia de Capoeira Dende de Mare. Zij legt me uit wat deze activiteit is. Capoeira is een Afro-Braziliaanse gevechtsdans. Dat is eigenlijk een dans die zich transformeert in een gevecht, waarin je probeert om elkaar onderuit te halen. En waarom zou je dat nou proberen? Dat is eigenlijk om die ander uit balans te brengen, waardoor die ander ook weer in balans komt. Dus je leert eigenlijk je geestelijke en je lichamelijke balanspunten vinden. En dus een beetje elkaar uitdagen, maar op een positieve manier, toch? Het hoeft niet altijd positief te zijn, omdat het leven ook niet altijd positief is. En dat is eigenlijk wat de grootste les uit capoeira, dat je valt, maar weer opstaat en met een smile, met een glimlach. Dat geef jij hier aan kinderen. Hoeveel kinderen volgen hier lessen? Bij elkaar zullen dat zo rond de 60 kinderen zijn, denk ik. Kunnen er meer zijn, kunnen er minder zijn. We hebben verschillende lessen. Vanaf 4 jaar kunnen kinderen instromen tot 12 plus. En dan daarna gaan ze naar de volwassen groepen. En de activiteiten die je hier aanbiedt, kunnen ook gevolgd worden met de Gelrepas? Ja, dat is juist, dat stimuleren wij juist heel erg. In Brazilië wordt capoeira ingezet voor kinderen, voor straatkinderen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Kinderen uit favelas, uit sloppenwijken. En dat concept, zeg maar, dat idee, dat probeer ik in Arnhem ook op te zetten, aan te slingeren. Om juist die kinderen die dat nodig hebben om mentaal en fysiek wat meer in balans te komen. Want heb jij hier veel kinderen die gebruik maken van de Gelrepas? Ja, heel veel. Ja, gelukkig wel. Want we vragen er eigenlijk ook niks bovenop. Ik heb zoiets van, we bieden gewoon een all-in programma aan. Ze kunnen eigenlijk in principe van maandag tot en met vrijdag terecht hier. Mm-hmm. Omdat het beter is om eigenlijk zoveel mogelijk van capoeira mee te krijgen. Dus het muziekonderdeel, het gevechtdans en alle losse onderdelen, zeg maar. En moeten de ouders dan bijbetalen als de kinderen die lessen? Nee. Dus als ze de Gelrepas hebben, kunnen ze hier gratis lessen volgen? Ja, want eigenlijk vind ik het budget vanuit de gemeente is gewoon een goed budget. Wij zijn er heel blij mee en de kinderen en de ouders zijn er ook heel blij mee. En ik vind het eigenlijk bij capoeira niet passen om dat heel commercieel te maken. Mm-hmm. Duidelijk. Ja. En wat zie je bij de kinderen die met de Gelrepas komen? Die komen soms uit vervelende situaties. Heel vervelende situaties, wat, ja. Wat zie je dan? Kinderen trekken hier ook naartoe. Enerzijds dus om geestelijk of lichamelijk, zeg maar, wat meer in balans te komen. Maar anderzijds ook om een beetje het familiaire gevoel te krijgen. Dat zijn we echt duidelijke rolmodellen voor zich. En het samenwerken, het samenspelen, elkaar uitdagen. Ze hebben heel veel plezier. We hebben ook heel veel ruimte voor andere activiteiten. Dus een keer een ijsje eten of een keer tekeningen maken, zou ik zeggen. Dus we hebben hier echt een ruimte. Het moet niet, maar het is een soort tweede huis voor heel veel kinderen. Okay. Ja. En wat doet dat met jou, dat je dat ziet? Oh, dat geeft me heel veel voldoening. Ja, dat past ook precies bij capoeira, wat capoeira is. Sociaal, cultureel. En, solidariteit, zeg maar. En, dat is heel belangrijk, zeker in de tijd van nu. En je ziet heel veel kinderen uit alleenstaande ouders, alleenstaande gezinnen. Mm-hmm. Kinderen die in nog moeilijkere situaties zitten. Kinderen die concentratieproblemen hebben op school, om wat voor reden dan ook. Ja, met capoeira moet je steeds links en rechts gebruiken. Dus met beweging zit je heel erg. Hè. Je hebt balans van onder naar boven, je hebt het zelf net gezien. Mm-hmm. Hoofd naar beneden, hoofd omhoog. Ja. Het is een hele ervaring. Ook het muzikale, ook kinderen die zich, zeg maar, bijvoorbeeld niet goed kunnen uiten, verbaal. Krijgen met het zingen weer wel aan het uiten. Mm. En dan hoor je vaak kinderen die ontzettend mooi kunnen zingen, die dus helemaal nooit zingen of überhaupt een stem gebruiken. En heb je een voorbeeld van een kind wat je gezien hebt, hè, zonder namen te noemen, dat je denkt, kijk, dat is waarvoor ik het doe? Ja, we hebben hier één leerling. Ik ga ook niks over zijn achtergrond vertellen, maar dat is heel mm-hmm. heftig. Ook geweldsituaties en ook gewoon absente ouders, hè, dus niemand in beeld. En dat was in het begin was dat echt een moeizaam gevecht van wie is hier nou de baas. En heel erg brutaal. Mm-hmm. En dat heeft zich in een paar maanden omgeboogd. De meest trouwe leerling, maar die het ook het meest oppikt. En ook leiding neemt nu ook naar de andere kinderen toe. Van kijk, dit zijn de regels en zo gaat het. En die zingt en die speelt de muziek. En mm-hmm. die kan ook de groep en de hele capoeira groep vertegenwoordigen.
Bezoek de parken van Arnhem. Arnhem heeft 24 parken. Sonsbeek Park en Meinerswijk ken je wellicht al, maar hoe zit het met die andere 22? Neem je camera mee en ga op excursie. Ieder jaar vinden er in Arnhem veel gratis festivals plaats. Denk aan Hoogte 80, Sonsbeek Avenue of Muziek bij de Buren. Bij Muziek bij de Buren stellen 100 huiskamers zich open voor muzikanten uit Arnhem. Zo kan je bij mensen binnenkijken en van allerlei soorten muziek genieten. Download de Uitjes tot 100 van onze website. In deze lijst vind je nog veel meer leuke gratis uitjes. Normaal is deze lijst beschikbaar voor 10 euro, maar voor de kijkers van RTV is deze nu gratis te downloaden. Gebruik de code gratis uitjes. Jaarlijks vinden er met Pinksteren de kadedagen plaats. Aan de Rijnkade vind je dan veel oude schepen, een leuke markt en je kan een visje kopen. Je kan ook even naar Meinerswijk met het pontje. Het kost maar 1 euro. Ome Joop's Tour is inmiddels een begrip in Arnhem. Het is namelijk de jaarlijkse Arnhemse jeugdronde door Nederland. Een fietstour van 10 dagen voor jongens en meisjes in de leeftijd van 10 jaar die nog op de basisschool zitten. En voor kinderen die door de slechte financiële situatie van hun ouders niet op vakantie kunnen. Ik spreek Marcel Legerstee, Mr. Ome Joop's Tour, op de derde dag van OJT 2019. En ik vraag hem wie Ome Joop eigenlijk is. Nou, Ome Joop is eigenlijk een man die Arnhem in de wederopbouwjaren, kort na de Tweede Wereldoorlog, iets betekend heb. Mm-hmm. Heel veel voor de stad Arnhem. Dat was mijn vader. Arnhem was plat gebombardeerd. Er was gewoon helemaal niks. Ik heb uit de archieffoto's zag je dat Arnhem plat lag. Ja, evacuatie, mensen in de wederopbouwjaren. Ja, moest de stad moest opgebouwd worden. En oom Joop zag kinderen tussen de landmijnen vervelen. Mm-hmm. Nou, wat krijg je van verveling? Krijg je doelloosheid, krijg je gewoon onrust. Nou, die pakte een bal en een fluit. En die ging uit het niet straatvoetbalwedstrijd organiseren op het Ronde Weidje in Arnhem. Samen met agent Van Veldhoven. Dat was een heel markante man. En samen gingen ze met de jeugd aan de slag. En zo, op een hele kleine wijze, is dat een heel succesvol project geworden. Mm-hmm. Nou, door de Ronde Weide straatolympiades is ook het fietsen bijgekomen. En zo is oom Joop heel kleinschalig met de Tour de France begonnen. En Tour de France was de afdeling van de Tour de France. Mm-hmm. Maar dat sloeg zo aan in die tijd dat hij op een gegeven moment ging naar een tour organiseren. De Tour de Verenigde Naties. Nou, kortom, in die wederopbouwjaren is het gewoon zo belangrijk omdat er voor kinderen niks was. Mm-hmm. En als jij niet in aanraking kwam met de politie en een goed schoolrapport, dan mocht je met oom Joop mee fietsen. Nou, en zo is oom Joop heel kleinschalig begonnen, wat nu eigenlijk 69 jaar verder een grote organisatie is geworden. Tegenwoordig hoef je niet meer per se een goed schoolrapport te hebben om mee te mogen met oom Joop's Tour. Nu gaat het er juist om kinderen uit arme gezinnen een kans te geven om op vakantie te gaan. Veel van die gezinnen hebben een Gelrepas. Omdat de Gelrepas dit jaar 25 jaar bestaat, mogen de kinderen nu gratis mee. Ik vraag Marcel wat het normaal kost. Dit jaar is Gelrepas bestaat 25 jaar en die kinderen mogen allemaal gratis mee op vakantie. Nou, dat is wel heel bijzonder. Want wat betalen kinderen normaal gesproken om mee te gaan? Nou, normaal vragen wij aan de ouders 10 euro per dag eigen bijdrage. Dat houdt in dat je krijgt een ontbijt, een lunch, een avondeten, 6 keer per dag een blikje drinken, de pretparken. Kortom, dan kan je met 10 euro per dag niet meer. Dus daar heb je sponsoren voor nodig. Maar daarnaast betaalt de gemeente Arnhem heeft een stukje subsidie gegeven om de kinderen die dan een Gelrepas hebben, mogen voor 20 euro mee. Mm-hmm. Maar dat is voor een stukje zakgeld die de kinderen terugkrijgen. En als je naar de kinderen gaat die elk jaar meegaan, wat zie je dan? Hoe het niet hebben van geld hun beïnvloedt. Nou ja, kijk, je belt bij oom Joop's Tour, meld je aan voor een fietsvakantie. Mm-hmm. En als je op vakantie gaat, neem je mee. Een fiets. Een fiets. En die fiets moet goed in orde zijn. Want je moet straks naar oom Joop's Tour, moet je weer naar school. Dan ben je weer verkeersdeelnemer. Nou, op dit moment is Nederland dat er heel veel verkeersslachtoffers in het verkeer vallen. Dus dat is een zorgelijke ontwikkeling. Wat wij proberen, ook vlak voor zijn tour, en samen met mijn man tot twee, dat we een jaarlijkse fietsenkeuring organiseren. Met Veilig in Nederland erbij, zodat wij weten, maar dan zien we al aan de voorkant al wat voor soort karretjes, wat voor fietsjes ze hebben. Nou, dan zijn we niet zo heel streng, maar we willen wel die ouders ervan bewust zijn dat je geeft aan een kind die neemt, maar zorgt dat die fiets er is. Maar dan kom je weer en dan hebben ze niet de middelen of de financiën om dat te realiseren. Nou, dan. En melden zich ook wel eens kinderen aan zonder fiets? Ja, ik heb er dit jaar 5. Ja. Dan heb ik dan weer een mooie samenwerking met in Arnhem met de Rotary Club en
met hoe noem het Huis van Bewaring, dat is justitie. Dus alle fietsen uit Nederland, we noemen dat de zwerffietsen, ja. Die komen naar Arnhem toe. Die brengt oom Joop naar het Huis van Bewaring. Mm-hmm. De mensen gaan die fietsen opknappen, die komen weer terug en zo is een soort recycling aan wij, zodat ze weer bij de instantie van de Stichting Leerjaar terechtkomen. Dus, ja, het komt helaas voor dat mensen ook helemaal geen fiets gingen. Ja, en wat de kinderen bij zich hebben, want ze slapen in een grote slaapzaal, hebben ze een luchtbed nodig en dergelijke. Zijn dat dingen die de kinderen wel hebben dan? Nou, ook dat. Dus dan verwacht je ook dat je op vakantie neemt een koffertje mee en een luchtbedje, maar nee. En afgelopen, we zijn al 2 dagen onderweg en we hebben gisteren dan constateer je wat voor kinderen liggen nou echt op de grond. En liggen ze op een heel dun bedje. Nou, dan gaan wij als organisatie kijken of we een reservebedje kunnen uitzetten. Dat we ze niet op de grond laten liggen. Maar je ziet wel keihard. De realiteit. De realiteit, ja. Ja. En probeer je dan ook met die kinderen in gesprek te gaan of met die ouders in gesprek te gaan? Het is nee, dat gaan we niet doen. Wees kind. Kind moet kind zijn. Kind moet vakantie vieren. Moet lol hebben. Moet plezier hebben. Niet achter die computer zitten. Het is gewoon elkaar nieuwe vriendjes leren krijgen. Dat is oma Joop Stoer. Dat is de kracht. Ja, we bestaan al 70 jaar. De kinderen worden al heel veel geleefd door alle instanties. En van, je moet al zoveel. Bij oom Joop is gewoon tranquilo, zeg ik, was rustig aan. Geniet van de momenten. Het is zo voorbij weer. En daarna hebben wij een stukje bijgedragen aan een stukje opvoeding waar de ouders verantwoordelijk voor zijn. Ik krijg heel vaak te horen van de ouders, een tour van ouders van wat is er met mijn kind gebeurd. Want ze moeten zichzelf een bedje opmaken, ze moeten hun broodtammetje zelf smeren. Ze moeten dus netjes fietsen. Ze moeten een aantal voorwaarden doen. Dat kinderen toch gaan nadenken dat ze in 10 jaar wel heel veel geleerd hebben. Nou, dat krijg ik wel regelmatig te horen van ouders. Van dat ze zelfstandiger terugkomen. Ja. En hoe is dat voor jou om dan terug te kijken op zo'n week of 10 dagen? Nou, ik zeg altijd, ik heb 156 ruwe diamanten bij me. En die probeer ik 10 dagen te polijsten, te vormen dat ze iets leren. Want de basis is respect. Normen en waarden, dat zijn de basisnormen die we van huis uit meekrijgen. Maar hoe ga je met elkaar om? Want ik vind wel, we leven in een hele veranderde maatschappij. We krijgen steeds meer culturen om ons heen. Maar we zijn allemaal Arnhemmers, Nederlanders, die samen iets wel moois moeten maken. En dat zie ik in de Ome Joop al, dat ja, de hele integratie is een heel mooi proces in Ome Joop. Bewegen, gezondheid, milieu, integratie. Dus bij Den Haag zeg ik wel eens over praten, politiek, over moet debatteren. Doen we op een hele leuke manier, simpel uitvoeren. En dat is prachtig, want ik merk overal waar we komen, dus krijg je hele diepe buiging van mensen. Hoe zie je de toekomst van Ome Joop Stoer? Toekomst? Ja, ik ben er wel te veel over het nadenken. Ik heb zelf geen kinderen. Ik ben nu wel, merk je wel, dat ik heel veel investeer in jonge vrijwilligers, oud deelnemers van Ome Joop, die zich nu in een bepaalde rollensituatie in de organisatie gaan ontwikkelen. En ik hoop ook dat over een aantal jaren met leven en welzijn, dat straks de jonge generatie de toekomst, want het mag nooit verloren gaan. Want dit armoede zou je ook over 10 of 20 jaar blijven houden. En daar is dat het blijft bij de basis, blijft bij het begin en probeer te luisteren naar mensen. En ja, wij proberen een animalistieke bij te dragen. Bijgekomen? Ja. Ja? Vond je het zwaar? Een beetje. Ja? Wat vond je het zwaarst? De bulten. Ja? En dan wil ik een ijsje. Vond je het warm? Ja. Morgen wordt het nog warmer. Ja. Dit is mijn ijs. Weet je, wat ga je morgen doen? Letterlijk ijsje. Naar het dolfinarium, als het goed is. Ja? En zo meteen? Gaan we eten en daarna zwemmen in de avond. Heb je er zin in? Ja. Mooi. Nou, veel plezier. Dank u wel. Hoe ging het? Goed. Ja? Back. Vond je het moeilijk? Vond je het zwaar? Ja, een beetje zwaar. Wat vond je het zwaarste? Weet je dat nog? Ja, gewoon de bergen en zo. Vooral met sleutelrijden. Zeg? Met sleutelrijden was het wel het moeilijkste. Ja?
Want als je de berg op moet, was het wel echt moeilijk, want de berg waren wel groot. Hoe ging het? Goed, alleen we hadden een keer moesten we berg op, berg af, berg op, berg af, berg op, berg af. En toen een hele steile berg op. En toen naar beneden. En toen kwamen we een soort van de steilstukken, was helemaal recht. Toen gingen we de berg op. Gingen we recht. Toen hadden we rust. Toen hadden we allemaal een nieuw beetje bedoel gekregen. Toen gingen we eten. Hoeveel graden was het, denk je? 31. Ja, wat denk je? Hoe voelde het? 48. 100 graden. 48 graden, ja, bijna. Hey, wat ga je morgen doen? Wat ga ik? Vanmiddag? Morgen. Dan gaan we naar Sander zijn ontbijten naar Sander. Niet zwart te gaan. Elk jaar staan er tientallen vrijwilligers klaar om Ome Joop's Tour tot een succes te maken. Dit jaar zijn er naar schatting 85. Ik spreek met twee van hen. Hoe lang ben je al vrijwilliger bij Ome Joop's Tour? 13 jaar. 13 jaar, dat is een lange tijd. Ja. Wat is de reden dat jij meegaat? Nou, ik ben ooit via mijn werkgever een keer met de Tour in aanraking gekomen. Ik vond het een mooi initiatief. Sindsdien ben ik als vrijwilliger aangehaakt bij de organisatie. En wat doe je voor werk? Ik werk dagelijks leven bij een bedrijf dat verkeersmaatregelen plaatst. Bewerking, uitvoering, calamiteiten, dat soort zaken. En tijdens de Ome Joop's Tour doe ik een stukje coördinatie van facilitair. Dus de op- en het afbouwen van de overnachtingslocaties. Oké, en wat vind je van Ome Joop's Tour? Ik vind het een mooi initiatief voor Arnhem. We bieden kinderen die normaal niet op vakantie kunnen natuurlijk een mooie vakantie aan. En daar dragen we allemaal ons steentje aan bij. En wat zie je als je naar die kinderen kijkt? Nou ja, dat is wel het leuke. We hebben de facilitaire tak zien de kinderen eigenlijk relatief weinig. Omdat wij toch van A naar B rijden en druk zijn met de opbouw. Want de kinderen komen aan het einde van de dag pas op locatie. Het is altijd wel mooi om te zien als ze hier komen en hier vertrekken, zeg maar, dat ze toch wel heel blij zijn dat ze weer eigenlijk een stukje thuis hebben. En de sfeer onderling bij de vrijwilligers? Heel goed. Het is eigenlijk één hechte familie. Je ziet heel veel vrijwilligers zie je jaarlijks weer terug. Toch omdat als je met Tour virus besmet wordt, zoals wij het zeggen, dan ga je eigenlijk nooit meer weg. Vrijwilliger Sander de Vrucht is behalve sluitrijder van de karavaan ook ploegleider van een ploegje kinderen. Elke ploeg bestaat normaal gesproken uit 6 jongens of 6 meisjes. Hoe lang ben je al vrijwilliger bij Ome Joop's Tour? Ik kan het me niet helemaal exact meer herinneren, maar sinds mijn 18e ga ik mee. Ik ben 2-3 keer niet mee geweest vanwege werk en studie. Dus ik denk dat het zo de 9e, 10e keer is dat ik zelf meerij als vrijwilliger hier bij de Ome Joop's Tour. Ja, want je zegt zelf meerijden als vrijwilliger, maar je hebt vroeger ook als kind meegereden, ja, toch? Klopt inderdaad. Ik ben 2 keer zelf meegegaan als deelnemertje. Toen was ik 11, 12 jaar, denk ik. Dus lang geleden. En hoe was dat? Ja, een groot feest. Toen was het nog met 180 kinderen zelfs. Ja, een grote groep van die mensen die zien nog dagelijks hier zeker als vrijwilliger weer rondlopen. En zelf, wat voor werk doe je momenteel? Ik vlieg bij KLM. Leuk. Ik ben co-piloot daar. En dan offer jij je vakantie dus op om mee te gaan als vrijwilliger? Ja, inderdaad. Dus wij vragen gewoon vrij aan. En dat zijn gewoon onze vrije vakantiedagen die we zelf ook in zouden kunnen zetten voor onze eigen vakantie. Mm-hmm. Maar ik spendeer ze hier aan. En de kinderen uit jouw groepje, wat voor kinderen zijn dat? 6 jongetjes, allemaal vol energie. Mm-hmm. En die er helemaal heel veel zin in hebben en af en toe een beetje ravotten wat af en toe een beetje uit de hand loopt. Oké, kun je een voorbeeld noemen? Ja, stiekem natuurlijk een beetje vechten en een beetje sparren. Wij houden het op de rem, maar op het moment dat wij niet kijken, dan laten zij de rem vieren. En dan kan het wel eens uit de hand lopen. En wat zie je bij die kinderen, hè, die dan meegaan en het wat minder breed hebben? Voornamelijk eigenlijk structurele dingetjes die zij niet mee hebben gekregen. Dus een vast patroon wat betreft opstaan. Wat ga je dan doen? Ga je eerst je spullen inpakken en dan erachter komen, ik heb nog een tandenborstel nodig om tanden te poetsen. Voornamelijk dat soort structurele dingetjes zie je wel terugkomen. En hoe gaat het 's nachts? Want jullie gaan eigenlijk nadat de kinderen gaan slapen, slapen. Ja. En jullie moeten als eerste weer op. Ja. Gemiddeld gedurende de week, 10 dagen lang, gaan we 1:30 naar bed. En om 5:45, 6:00 dan gaat er een concert af van al onze alarmen. En dan staan we weer op. Eigenlijk best een zware week dus. Ja, het is geen vakantie, zeg maar. Je hebt eigenlijk hier een vakantie voor nodig om hier van bij te komen. Ja.
En wat ga je hierna doen, meteen aan het werk of heb je toch wel een paar dagen vrij? Ik heb de luxe dat ik 3 dagen kan bijkomen en dan mag ik weer aan het werk. Denkt u dat geld gelukkig maakt? Nee, dat zie je in de wereld wel. Ja, je hebt geld nodig, maar het hoeft niet dat te zijn. Het ligt er maar aan waar je mee tevreden bent.